Daar zijn we dan, hè, Dora? Het clubpie, het clubpie. Groetjes! Aardappelen, oh my god, aardappelen, daar die zijn al. Ja, zoals je ziet is Nathalie heel veel boodschappen aan het inpakken. Vandaag wel. En we hebben echt heel veel. En ik blijf lachen. Altijd blijven lachen. En we hebben er gewoon lol in. En ik heb honger. Van al dat eten. Brood op beneden, Dora. Dan heb je straks geen brood. Sorry. Dat zeg ik ook vaak tegen mijn vriend. Ja. Je moet dat zelf niet meer. Kijk wat Dora bij zich heeft. Zo hebben wij de boodschappen kunnen doen. Heel slim. Handschoentjes. Ja, ik ga ook zelf een pak halen, want het is wel slim. En op dit moment is het nodig. Wat heb je nog bij? Ja. Kijk. Handgel, heel belangrijk nu. En afstand houden. Het is nog langer dan 1,50 meter. Ja, dat doen we zeker. Oké. Ja, hè? Ja, maar zo is het wel een beetje gezellig. Even ik vind het hartstikke de mensen gezellig. Helpen met hun boodschappen. Ik vind het prima. Ja. Iets goeds voor iemand. Ja, het is ook nodig. We merken het wel. Sommige mensen zijn heel erg alleen. Je moet elkaar toch helpen in crisistijd. Ja. Hè? Zeker. We wennen op de wereld om elkaar te helpen, niet waar? Ken je dat liedje? Nee. We wennen op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Yeah. Nou, we gaan gelijk luisteren zo. We wennen op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Yeah. We wennen op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Zeg het nog eens. Daar zijn we. Afgeleverd. Kijk eens. Je geniet hiervan, hè, Dora? Ja, echt. Nou ja, we hebben mooie boodschappen gedaan. Zeker. Ik ken een paar mensen van de Paameijer. Medewerkers natuurlijk, niet inwonenden. Vandaag heb ik boodschappen gedaan voor de Paameijer volk. Wauw, ik ben back off. Het is de eerste keer dat we zoiets hebben van morgen even niet. Het is echt veel. Dit zijn goede boodschappen. We hebben hier voor 4 mensen boodschappen gedaan. Nou. Topje, hè? Ja. Met alle liefde hoor, maar ik ben gewoon moe. Eerlijk is eerlijk. Het is goed zo. Even pauze. Doei. Ik zou vandaag geen boodschappen doen. Maar ja, weet je. Ik doe het wel. Het is een buurman. Toevallig. Wij krijgen de aanvragen via buurtwerk. Dus ik dacht ja. Het is bij mij in de straat. Dus waarom niet? Ik ga gewoon weer op pad. Samen. Samen komen we hier doorheen. Spread the love. Love your neighbor.